Hallo iedereen, ik ben Leni Onzia, speelster van OHL Vrouwen. We zijn momenteel bezig aan de voorbereiding. En ik ga jullie gewoon een paar dagjes meenemen, zodat jullie eens zicht hebben op hoe het eraan toe gaat. Hallo, welkom op onze teambuilding. Vandaag zijn we op een teambuildingsdag. Zoals je ziet gaat hier het boogschieten plaatsvinden. En straks na de middag hebben wij ook nog het deel wakeboarden. Heel benieuwd hoe dat gaat zijn, maar ik heb er zeker heel veel zin in. Tot nooit niet meer. So what happened out there? Is this a secret? A secret you've been holding? Het beginnetje look, denk je, dat is wel. Yeah, that did not like the beginnetje. Wel lekker, echt goed. Hello, we're just at the stadium right now, as you can see. Beautiful grass. And we're here to do some video analysis. We zijn momenteel nog in het prachtige stadion van OHL. We hebben juist een theoretische sessie achter de rug. We hebben beelden gezien van een wedstrijd die we afgelopen weekend hebben gespeeld. Heel leerrijke beelden. Nog een paar puntjes op de i die we willen zetten, voornamelijk in pressing en in opbouw. Dat gaan we vandaag ook in training oefenen. Hopelijk kunnen we dat morgen al gaan toepassen in onze oefenwedstrijd die we hebben tegen ADO Den Haag. Time for training now. Onderweg voor een uitwedstrijd met goede studenten. Goede studenten? Ik heb geen examen. What you doing? Ik heb jullie aan het overlopen voor de match. Een beetje kijken hoe en wat. Zodat we straks kunnen winnen naar jou. Focus, concentratie. Focus mode is already on. We zijn juist van de bus, een veel te lange en warme rit. Dus doe even deugd om nu beentjes te strekken, kleine wandeling en dan kunnen we naar de wedstrijd. Korte recap van de wedstrijd. We hebben een goede match gespeeld, maar efficiënter zijn voor het doel. 3 domme tegendoelpunten die we konden voorkomen. En we houden als positief mee uit de match. Dat we wel voor zijn blijven gaan. En een paar mooie acties. Coaching. Aangekomen op Bruineveld, trainingslocatie. Het is de afgelopen dagen onwaarschijnlijk warm geweest. Een hittegolf. En er is zojuist een klein beetje regen gevallen. Dat gaat volgens mij onwaarschijnlijk deugd doen op het trainingsgebied.